Hallo allemaal, welkom bij Minecraft Gate en vandaag een nieuwe tutorial. Zoals jullie weten is de, waarschijnlijk wel weten, is de update Minecraft 1.5 uit. En dat is heel leuk, vind ik. Ik vind het een hele leuke update. Maar ja, ik had geen zin om alles zelf te gaan bouwen, dus ik heb een map opgezocht als Planet Minecraft. Of er misschien een map was met een tutorial, en die was er. Hierin wordt alles verteld over de Redstone Update 1.5. Nou, ik denk dat we kunnen beginnen. Link staat overigens in de description als je hem wil hebben. Zo. We zijn er. Hoppatee. Oké, ja, ik weet wel ongeveer wat hij zegt. Dus als je met items zo met je regeerde muisknop, dus met je plaatsmuisknop, over je inventory gaat, dan krijg je dit. Dat er ook wel 1 komt te staan. Dubbelklik krijgen ze allemaal weer bij elkaar. Als je met je plaatsmuisknop eroverheen gaat, zullen ze allemaal netjes verdelen. En dat is ook echt een awesome toevoegsel, vind ik. Zo. Hup. Zo. Dit kan overigens met alle items, hoor. Oké. Er is nog iets. Als je hier er gewoon op staat en je drukt op Q, dan dropt die items. Ook heel handig. En ga je zo doen en je doet Ctrl Q, dan dropt die het hele vakje, zeg maar, dropt die leeg. Crafting table, fun. Oké, de anvils zijn wat beter geworden. We hebben hier Mr. Pig. Wauw. Mr. Pig, daar kunnen we iets anders van maken. En wat maken we van? Weet ik veel. Daan. Daan, ik weet niet. Hoppa. Als we hem dan... Ja, hier. Als we hem dan spannen. Hoppatee, dan heeft hij een naam. Daan. Echt fun. Ik vind het echt een hele leuke. Opens kun je ook namen geven. Best open ever. Secret chest. En table with a book. Ja. Oké. De nether. Zo, we hebben een nieuw. Er is een nieuw blok in de Nether. De Nether Quartz. Let's see hier. Het is best cool. Met 4 Nether Quartz kun je 1 Nether brick maken. Of een Nether Quartz blok. Blok of Quartz. Dit is een chiseled Nether Quartz blok. Maak je met 2 Quartz slabs. Hier heb je nog een andere soort Pillar Quartz blok. 2 blok of quartz. Ik hoor een heleboel spiders om me heen. Nou, je kan ook stairs maken. Slabs maak je zo. Nou kun je ook nether brick maken. Door 4 nether brick bij elkaar te doen. En hier maak je netherrack. Als je dat smelt, krijg je nether brick. Cool. En hier staan gewoon nog wat nether quartz ores. Nou, je kan er echt van alles mee maken. En dit ziet er gewoon stoer uit. Het is een beetje een wat lichtere sfeer, zeg maar, af dan die iron blocks, vind ik. Het is wel mooi. En zoals je hier ziet, dit is ook nether quartz. Het ziet er gewoon heel licht uit. Zo, redstone. Een trapped chest. Je ziet het nauwelijks, behalve hier om het witte heen zie je een beetje rood. Dat zie je normaal bij een normale chest niet. Je ziet hier dat de lampen aangaan. Het is een redstone signaal. Zo maak je de trapped chest. Een tripwire hoek plus een chest. Nou, we hebben een redstone blok. Je maakt het met 9 redstone. En het powert alle kanten, zeg maar. Van het redstone blok. Wat hebben we hier? Mooi. De hopper. De hopper is ook een nieuw item. Je kunt het maken met 5 iron en 1 chest. Het heeft verschillende eigenschappen. Je ziet de hopper. Wat het doet, als ik deze emerald uitpak en ik drop hem hierin, zeg maar. Zo, dan gaat hij erin. Dan gaat hij door dit ding heen. En dan komt hij hierin. Weer in de chest. Als ik hem hierin doe, zal hij ook gelijk weer verdwijnen. En zal hij hier naartoe gaan. Nou, hier pak je nog een emerald. Dit is ook iets. Kijken. Als je hem hierin dropt, dan connect hij alles en dan komt hij uiteindelijk weer hierin terecht. Heel handig om te weten.
Dit werkt niet. Want als je hem hierin stopt. Dit is fout hoor. Redstone, als je hem hierop gooit, zal er ook niet ingaan. Maar het is een beetje glitchy eigenlijk. Dat hij zo op en neer gaat. Dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling. Maar ja, op de half plastic. Als je hem dus hierin zet, dan zal hij hierin blijven vastzitten. Als je deze uit doet, dan zal hij hierin gaan. Ook heel handig om te weten. Wat hebben we hier? We hebben hier een nieuw redstone circuit. En, oh, even een emerald. En deze zal ook oplichten nadat er iets in de hopper zit. En daardoor zal deze aangaan. Ik weet niet precies of die het zo ook doet. Ja, zo doet het ook. Oké, ja. Dan hebben we hier een chest. Als we hem hierin doen, gaat hij door de hopper heen naar deze chest. Je ziet ook dat hij connect is. Dat zie je ook heel mooi. Nou, dat was de hopper. Wat hebben we hier? We hebben de hopper gehad en nu komt de dropper. Nou, wat doet dit? Dit maak je zo. Je hebt cobblestone en een redstone. Ik ga toch even mijn... Zo. Heleboel geluid weg. Je maakt hem zo. Het is 7 cobblestone en 1 redstone. Wat doet dit? Dit is een normal dispenser met een... splash potion of regeneration. En hier is een dropper met een splash potion of regeneration. Wat er gebeurt. Deze die splasht hem echt, zeg maar. Die gebruikt hem. En deze dropt het item. Zodat ik hem hier in mijn hand heb. Wat op zich wel handig is. Je kan ook zien dat deze het was, zeg maar, die hem dropte. Ja, mooi. Nou, wat is er nog meer een update? Hier, we hebben dispensers. Kun je in alle mogelijke richtingen plaatsen. Daar is iedereen op zijn kop hangen. En wat er is ook nog iets, TNT kan je, als het uit een dispenser wordt geschoten, gaat het gelijk aan. Dus je ziet hier, hoppa, gaat die gelijk aan. En hij zal natuurlijk ook ontploffen. Hey, het glas is kapot. Oké, ja, wat hebben we hier? Hier zit één bone meal in. Je hebt meer bone meal dan één nodig voor graan. Je hebt er volgens mij nou 7 nodig of zo. Dus eentje komt tot dipt. Misschien dat het nou minder is dan 7 pin. En hier heb je een dispenser met een flint en steel erin. Hij is al een beetje gebruikt. Voor het testen waarschijnlijk. En dan zet hij hem gelijk in het vuur. Dat is ook heel handig om te weten. Hier zit armor in. Armor, als je één blok naast de dispenser staat, gaat het gelijk aan. Dat zie je ook. En nou heb ik full leather aan. Wat ook heel erg handig is. Voor eventuele adventure maps of andere soortige dingen. Zo, we zijn bij de wooden button on the end. Oké, de volgende. We hebben hier... Ik weet niet of... Ja, dit werkt ook mooi. Zo. Dit is voor meer informatie, maar dat heb ik niet nodig. Dit is een... Wided pressure plate heavy. En hier is een wided pressure plate light. Dit is gemaakt van 2 gouden en deze van 2 iron. Je hebt hiervoor, je kan er niet op gaan staan. En je moet er gewicht op gooien. En deze zijn minder dan, je moet er een aantal op gooien voordat die helemaal vol is. Hier is die, ik weet niet precies hoeveel dit is, bijna een halve stack. Nee, nog niet eens 20 of zo. En deze heeft veel en veel meer nodig. Misschien dat ik gewoon even Ctrl-Q doe. Hij heeft nou pas 2 en die andere had al makkelijk 5. Oké, dus daar zie je het verschil. Dit is de nieuwe daylight sensor. Die maak je zo 3 glas, 3 nether quartz en 3 oak slabs. Ook een heel stoer ding, zeg maar. Oh, hier zit nog meer flowers in. Ja, ik denk dat ik deze ook niet meer nodig heb. ik vind het zo leuk om te gebruiken. Oké, dit werkt ook in een ruimte. Je ziet dat het nou dag is. Als ik het naar de nacht zet, zal die uitgaan. Denk ik. Waarom gaat die niet uit? Come on. Ik heb het toch goed gedaan. Hij zou moeten werken, maar... ja. Kijk, hij staat nou uit. Flash time set night. Ik snap niet waarom. Nou,
In ieder geval, we hebben een. Dit is een redstone comparator. Die zag je net ook al. Dit is hem. Ja, ik krijg een heleboel tekst. Ja, zo maak je hem. 3 redstone torches, 1 nether quartz en 3 stone. Input B en input A. Dit zal een beetje verwarrend zijn misschien. Als input A sterker is dan input B, zal die aangaan. Is input B sterker dan input A? Zal die niet aangaan? Staan ze beide aan? Gaat die ook niet aan? Je hebt 2 mogelijkheden hierop nog. Om deze kan je, dat voorste lampje kan je uit en aanzetten. Net stond die aan. Als je deze nou beide aanzet, denk ik. Nee, oké. Okay. Ja, nou, het is misschien een beetje verwarrend. Als input A dus sterker is dan input B, zal die aangaan. Is input B sterker dan input A, zal die niet aangaan. En zijn ze dus even sterk, zal die ook niet aangaan. Dat is ook handig om te weten. Oké, wat is het volgende? Minecarts. Oké, dat zijn hele leuke minecarts. Hoi, vleermuizen. We hebben hier een Minecraft with TNT. Wat heel erg stoer is, vind ik. Daarachter zit een nieuwe rail. Dat is deze. Dit is de Activator Rail. Zie je hieronder. Het is gemaakt van 6 iron, 2 sticks en 1 redstone torch. En het is heel stoer als je op deze knop drukt, als het goed is, gaat hij rijden. En je ziet hij is nog niet aan. En nu is hij pas aan door die activator rail als hij eroverheen rijdt. En kabam. Ah, oh, vleermuizen zijn dood. Oké, zo maak ik 50 met TNT. 1 TNT en 1 minecart. We hadden ook al de hopper gezien. Die zie je daar. Daarin zit als het goed is. Oh, dat is een hopper daar. Maar in ieder geval hier zie je minecart with hopper. Een hopper en een minecart. Ook heel handig om te hebben. Als ik op deze knop druk, als het goed is, gaat hij zo. En daar komt hij aan. Ja. En je ziet, hij heeft een seed opgepakt. Als hij dan weer over iets heen rijdt, wat het weer kan oppakken, zal het ook weer uit de hopper gaan. Uit de minecart gaan. Oké. Dit is sneeuw. En dat is echt, ik vind dit echt een van de coolste dingen die erbij is gevoegd. Dit maak je zo 3 snowblocks. En je, als je er overheen gaat, ga je ook steeds een klein stukje hoger. Het is niet dat je zweeft of zo. Dus je gaat echt steeds lager en steeds hoger. Ik vind het echt een geniaal iets wat ze erbij hebben gevoegd. Gewoon lagen met sneeuw. Ik ga hier niet te lang bij stilstaan, maar het is gewoon heel erg stoer. Volgende. Beacons. Ja, we hebben hier een beacon. Met heel veel lagen, maar dat maakt het niet. We gaan even een iron pakken. En ik denk dat, ik ga nou weer even een game op iets zetten. Maar ja, we doen even iron erin. Dan tik ik weer resistance aan. Zo, als het goed is heb ik nou resistance, ja. Wat er dus gebeurt, de lengte van een beacon is verlengd. Dit is 10 blokken. Dit zou al 20 kunnen zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nou, ik weet niet precies. In ieder geval, ongeveer 10, 20, 30. Het zou ongeveer rond de 50 moeten liggen. De eerste laag. Is, dan reikt hij tot 20 blokken, tweede laag tot 30, derde laag tot 40 en de vierde laag tot 50. Wat echt stoer is, hij heeft nou 4 lagen op dit moment en ja, hij reikt dus tot 50 blok ver. Wat ik denk wel wat cool is. Oké, we hebben mobs. Oh wow. Dat is niet leuk. Oké, mobs die kunnen niet meer over minecarts heen. En wat is daar handig aan? Ze zullen dus niet meer minecart trek versperren. Ze kunnen met zichzelf wel anderen eroverheen duwen. Je ziet dat schaap dat doet. Die chicken eroverheen. Je kan wel zelf ook mobs eroverheen duwen als je dat wil. Zo doet die pik eroverheen. Nou ja, dat is ook op zich gewoon een feitje wat gewoon handig is. Skeletons. Skeletons en zombies die zijn moeilijk om te vechten. Hier heb je een skeleton.
Je ziet daar aan het einde ligt minecart track volgens mij. Dus daarom komt hij er niet overheen. Als ik op die red wall ga staan, zal hij vanaf 16 blokken zal die, gaan schieten. Dus je ziet dat hij nou naar me toe draait en op me zal gaan schieten. Denk ik. Oh nee, hij gaat pas schieten bij 10. Je ziet dat hij hier al gaat schieten. Alleen, hij zal vanaf 16 blokken zal hij naar je toe komen lopen. Zombies zijn stukken gevaarlijker geworden. Wat het is, ze zullen andere zombies zeggen als ze jou zien. Dus dan komen er opeens veel meer op je af. Ja, als ze in vuur staan, zullen ze jou ook in vuur kunnen zetten. Als je er tegenaan loopt of iets dergelijks. Als je ze van ver weg op ze schiet, zullen ze ook naar je toe komen. En hoe minder levens ze krijgen, hoe sterker ze worden. Dus dat is wel even iets om op te letten. Zombies zijn dus echt stukken sterker geworden. Oké. Mooi. Nou, het ziet er stoer uit. Slime spawn rate are now affected by the moon. Ja, dat is gewoon even een feitje wat je moet weten. Ze zijn nou affected by the moon, zeg maar. Oké, dit is wel even iets leuks voor mapmaker. Het comment blok is geüpgraded naar dingen. Je kan er nou een effect op een speler toevoegen. Een scorebord kan je doen. Of een test voor. Test voor weet ik niet precies wat het is. Zou ik even op moeten zoeken. Sorry. Ja, seconds kan je. Effecten kan je op effect, idee, seconds en level. Hier heb je een boek gemaakt bij de maker van deze map. En hier staat status effecten. Oh man. Sorry. 1 is speed, 2 slowness, 3 haste, 4 mining fat cure, 5 strength, 6 instant heal. Ja, en zo kan je even doorlezen als je hem helemaal wilt doorlezen. Ja, bekijk hem even. Zet hem even op stop. Maar ja, nou, in ieder geval leuk om te doen, zeg maar. Kijken. Effect. FP. 1. 10. Ik weet niet wat effect 1 is, hoor. Maar... Oh. Op het layer in creative mod. Nou, laat maar. Ik kan het wel doen. Oké. Okay, oh. Oké, okay, ja. We kunnen mobs kun je stacken met multi. Even denken, wat is het? Met MC Edit. MC Edit gebruik ik zelf ook voor maps. Ja, als ik er een keer een tutorial over moet doen, dan hoor ik het graag. Ik vind het leuk om te doen. Dus, hier zie je een varken dat een koe bereidt. Wat op zich wel grappig is. En hier zie je een spawner in een minecart. Wat je ook kan doen met MC Edit. Wat krijgen we hier? We krijgen een donkere gang. En we zijn aan het einde van de map. Ja, dit waren alle dingen van de nieuwe Redstone update. Deze map is gemaakt door deze jongen. Oh, ik denk dat het een jongen is, zo ziet het wel naar uit. Hier. En download de map als je hem nog een keer wil spelen zelf. Of bekijken, zodat je alle dingen nog een keer kan herhalen. En geef hem alsjeblieft een diamond op de Planet Minecraft. Want daar wordt hij ook beter van. En ja, ik vind het een hele leuke update. Dus ik wil Mojang hiervoor heel erg bedanken. En hier heb je Hopper nog. Daar ook nog. En dit was het voor vandaag. Like, reageer, subscribe. Ik denk ik zie jullie volgende keer. Doei!